Alvast welkom hier in de zomer van Andrea. Zeven weken plus. En weer begonnen hier afgelopen week. En dat bedankt. Goedendag Andrea, welkom hier bij jouw pedicure. Ja, dankjewel. Hoe maak jij je 7 weken? Ja, ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Andrea van Mechelen. Ik werk al heel wat jaren als pedicure en schoonheidsspecialiste. En dat doe ik met heel veel plezier. Normaal gesproken, dat zien jullie nu niet, maar zit ik achter de stoel. Maar vorige week kreeg ik een brief van ene Jan Nijkamp. Ik kende hem niet. Hij is videoman, echt een hele mooie brief. Het raakte mij, ook doordat hij geraakt was van de corona en hoe ondernemers daarmee omgaan. Dus hij vroeg of hij bij mij eens langs mocht komen. Nou, dat vond ik zo leuk en lief. Dus vandaar dat ik hier sta. En Jan vraagt mij hoe het gaat in deze coronatijd. Ik moet zeggen, in het begin, voor iedereen was het vreemd. Maar na 8 weken stilstaan ben ik weer heel blij en dankbaar dat ik nu aan het werk mag. En in het begin was het gewoon heel vreemd. Mensen moesten afgebeld worden. Je denkt van, wat gaat er allemaal komen? En zeker in het pedicurevak is het natuurlijk zo dat vaak mensen komen met klachten. Dus we konden mensen niet helpen. Maar dat was nu eenmaal zo. En na 8 weken sta ik hier weer en ben ik weer heel blij en dankbaar dat ik de mensen mag helpen. Je besloten om dit stukje te doen, wat je werk gedaan? Nou, ik vind het ook heel belangrijk om te laten weten, ten eerste dat ik dankbaar ben dat ik weer aan het werk mag. Want gelukkig heb ik zelf en in mijn omgeving geen ziekte meegemaakt. Maar ja, het is toch een hele spannende tijd geweest. Je staat in één keer van volop in het werk tot niet werken. Gelukkig hadden we mooi weer, dus we mochten gebruik maken van de tuin. En hebben ook heerlijk gezeten. Maar ja, het is toch niet wat je gewend bent. En dan is het gewoon weer heel fijn als Rutte zegt dat je weer aan de slag mag. Hoe lang doe je dit werk al? Ik ben in 1998 begonnen als pedicure. En trouwens ook als schoonheidsspecialiste in een half jaar daarna. Dus dat is inmiddels ook alweer meer dan 20 jaar. Ja. De hele tijd. Ja, dat is het wel. Je bent officieel Entenaar. Ja, ik ben een echte Entenaar. Meestal horen mensen dat ook wel als ik dialect spreek. Maar ja, nee, ik woon hier met heel veel plezier. En dat maakt het ook heel erg mooi. Je werk als pedicure, schoonheidsspecialist. Zodat je met heel veel mensen in aanraking komt. Jong, oud, mannen, vrouwen. En ja, het sociale gebeuren is ook een heel groot deel van mijn werk. En dat merkte ik ook in de coronatijd. Je mist mensen echt, want je hebt een band met mensen. Zeker als je ze langer kent, die bouw je echt op. En in één keer spreek je niemand meer, dus dat is best wel heel vreemd. En afgelopen week weer hele fijne gesprekken gehad met mensen. En ook dankbaar en gezegend nogmaals dat je dan toch weer aan het werk mag. En dat je de mensen weer mag spreken. In goede gezondheid. Want dat is belangrijk. We hebben nou een heel protocol waar we moeten werken. We moeten vragen aan de mensen of ze, voor zover ze weten, goed gezond zijn, geen coronaklachten hebben. We draaien een heel protocol vanaf dat ze binnenkomen. Mensen moeten de handen desinfecteren, moeten hier een mondkapje dragen. Ik zelf draag ook, je ziet het hier misschien naast mij. Het is in kleding, want anders zag je mij niet en kon je mij denk ik ook niet zo heel goed verstaan, u en jij. Maar normaliter dus wel, maar dat is alles voor de veiligheid van u en van mij. Dus dat doen we eigenlijk heel graag. Bedankt dat je hier mocht filmen en voor jouw gastvrijheid. Ja, nou jij bedankt voor de uitnodiging, want ik vond het nogmaals echt heel speciaal Jan dat jij dit doet, vrijwillig eigenlijk. En dat je begaan bent met ondernemers hier in Rijssen en omstreken. Dus mijn dank is ook aan jou heel groot. Nou, blijf je interview. En graag gedaan. Als het goed komt. En als het kan in de samenwerking zijn, hoop ik vanavond een antwoord mogen worden. Maar dat komt wel goed. Heel erg goed. Dankjewel en graag succes met je. Dankjewel. Voor iedereen go en vooral blieuwd gezond. Dankjewel. Go en vooral blieuwd gezond. Dankjewel.
En die zijn dus de gebruikmiddelen van de andere die ze gebruikt bij haar gasten. Dus ik kan de zoon van André Mechelen hier. Woonbaar aan de Pijnkamp. Hier is een